Tjonge jongen, wat werd het nog hectisch. Ja, de laatste minuut 2-2. Ja, Mexicanen hebben gevochten voor wat ze waard waren. En ja, het werd nog beloond. We hebben het op het laatst weggegeven. Kun je dat verklaren? Waarom hadden jullie daar geen antwoord op? Nou, ik denk dat we misschien iets te veel op de 2-0 gingen leunen. Wat voor ons natuurlijk heel goed was, omdat ze drie keer moesten scoren om door te komen. Ja, en dan zie je toch 2-1 krijgen ze de moed en kunnen wij niet meer omschakelen. En ja, het elftal zat toch een beetje doorheen op het laatst. Ja, en dan krijgen we nog die goal. Eerst werd die afgekeurd, kwamen al goed weg. Ja, laatst maken ze gelijk. Ik denk dat het voor hun verdiend is. Ja, grote complimenten voor hun mentaliteit, hè? Ja, absoluut. Ze zijn al vaker van een achterstand teruggekomen en nu deze dat weer. Dus ja, niks als compliment voor Mexico, absoluut. Het Nederlandse elftal, jullie begonnen heel goed, hè? Nou, ik denk dat we verder moeten zoals we begonnen zijn. En daarom verder bouwen, verder in het toernooi. En weer jij de eerste. Gelukkig wel, ja.